De Hildegarde Smavo is een school waar iedereen je kent. Het is een kleinschalige school waar de contacten heel persoonlijk zijn en waar de lijntjes kort zijn. Dus de leerlingen weten heel goed waar ze terecht kunnen voor hun vragen. Wat ik leuk vind op deze school zijn practicumvakken bij natuurscheikunde, de gymlessen, drama. Ja, ik vind het tof hier. Het is echt gezellig. Er zijn niet zoveel leerlingen, dus je kan iedereen echt kennen. Ik vind het een leuke school omdat er verschillende culturen hier zijn, verschillende achtergronden en dat maakt de school zo bijzonder. Tijdens de pauze zie je ook overal zijn groepjes. Overal in het gebouw zitten kinderen met elkaar. Het is best gezellig en omdat de school ook pas verbouwd is, is het ook heel mooi geworden. Wij als leerlingenraad wilden heel graag dat de school gerenoveerd werd. En dat werd sinds vorig jaar ook gedaan. De vloeren werden anders, de lokalen hebben ze helemaal vernieuwd, de kantine werd uitgebreid. Ze hebben de garderobe ook veranderd. De stoelen en tafels hebben ze ook, lampen, alles. De Hildegarde Smavo heeft een nieuwe richting en dat is Science for You. Dat gaat in op de moderne technologie van tegenwoordig. Het idee van deze lessen is om leerlingen van de Hildegarde Smavo toch wat meer contact te laten krijgen met de techniek in de samenleving. En dat begint bij eenvoudige dingen leren, zoals programmeren met Lego Mindstorms. 3D-printen, lasersnijden, maar ook apps maken, robotica. Want techniek is toch wel erg belangrijk in de maatschappij. En je kunt natuurlijk je Engels, je Frans, je geschiedenis en dergelijke allemaal goed beheersen. Maar met techniek heb je wel wat meer in je mars. We programmeren robots en we laten ze dingen doen. Ja, we laten ze dingen doen. En deze 1, 2, 3, 4, deze hier, gaat echt om de sensoren, de kleursensoren, hoe je mee stopt en zulke dingen. Eén keer per week, iedere mentor heeft een eigen klas en dan heb je één lesuur per week, het mentoruur. Dan kom je als mentor bij elkaar met de klas en dan bespreek je allerlei lopende zaken, dingen waar leerlingen wel of wellicht tegen aangelopen zijn. Is er misschien iets aan de hand, hebben ze bepaalde op- of aanmerkingen? Andersom, allerlei mentorzaken waarvan het belangrijk is dat de klas daarvan op de hoogte is. Bijvoorbeeld een rapportbespreking, dat soort zaken. Leraren kennen alle kinderen, iedereen is goed met elkaar. Bijvoorbeeld meneer Jurakic die hierachter ook lesgeeft. Het was vorig jaar mijn mentor, heeft me veel geholpen. Ik was hier nieuw op school en heeft me goed gesteund. Door het jaar heen. Ja. Wij zijn bezig met biologie-practicum. Wat doen ze op dit moment? Ze hebben een preparaat gemaakt van wangslijmvliescellen. En ze zijn bezig die met grootste vergroting te tekenen in hun werkboek. We zitten hier in de stad Rotterdam. En de haven van Rotterdam die biedt enorm veel mogelijkheden. Sommige mensen hebben de indruk dat de haven alleen maar een plek is met banen waar je je handen vuil moet maken. Maar wij richten ons juist meer op die nieuwe technologie die ook in de haven zichtbaar is. Waar heel veel aanbod is qua banen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld procestechniek of de kranen die daar bestuurd moeten worden. De aansturing van robots die ook in de haven werkzaam zijn. En ook leidinggevende functies in de haven. Ja, we zijn hartstikke slim.